De aankomende coalitie zal al rond midden juli de regeermacht van het land overnemen. Dat is ruim een maand voor de eigenlijke datum of wettelijke termijn van overdracht. Volgens Chandrika Prasad Santokhi, trekker van de nieuwe coalitie, gebeurt dat echter in goed overleg met de huidige regering. Tijdens een vandaag gehouden persconferentie in de Olifant is hij samen met Ronnie Brunswijk van de ABOP, Gregory Rusland van de NPS en Paul Somaharjo van de Pachaya Luhur ingegaan op de gesprekken die de afgelopen weken met maatschappelijke groepingen en politieke partijen zijn gevoerd. Volgens Brunswijk is er in het kader van de overdracht een aantal afspraken met president Desi Bouterse gemaakt. Volgens hem wordt er naar gestreefd de regeringsoverdracht op een rustige manier te doen plaatsvinden. Je moet weten als je wil dat het smoothly gaat en je weet wanneer een kat in een hoek, dan maakt die rare sprong. Dus wij gaan heel voorzichtig die zaak overnemen en natuurlijk rekening houden met een aantal afspraken. Wij zijn niet helemaal rond met een soort Leonsberg akkoord, maar in ieder geval, we zijn nog steeds bezig te praten met de president. Gisteravond waren we nog aan het praten. We gaan tot 29 nog praten voordat de president en de vicepresident worden gekozen. Denken we dat we natuurlijk, wij willen niks voor de gemeenschap. Zeg maar dat niemand moet weten. Het moet niet in geheimzinnig iets zijn. We zijn bezig te praten om te kijken wat de wens is van de president, wat hij precies wil. We zijn nog niet helemaal uit, maar in ieder geval zijn we bezig op die lijn. Santokhi zegt dat Bouterse niet concreet heeft aangegeven waarom de regeermacht eerder wordt overgedragen. Hij vermoedt dat de grote economische crisis een van de redenen is. Waarom eerder? Ik denk dat dit het resultaat is van die good understanding. Dat het land is... Ja mensen, ik ga het blijven herhalen. Het land is een heel ernstige crisis. Echt waar, het is een heel ernstige crisis. En we hebben nog niet alles gezien. Maar met die hearings hebben we inderdaad wat indicaties gekregen dat het heel, heel ernstig is. We hebben al twee brieven van oliemaatschappij al gehad. Waar er zware betalingen moeten plaatsvinden. En als die betalingen niet gaan plaatsvinden, geven ze ook aan dat die continuïteit van olieleverancier in gedrang kan komen. Dus ik denk dat er een zaak speelt nu, mevrouw Brinkman, is namelijk dat de regering nu in een soort vacuüm terechtgekomen is om zwaarwichtige beslissingen te nemen. En dat in feite ook de buitenwacht in feite niet weet of deze regering het zal kunnen doen en waardoor iedereen naar ons kijkt. Die brieven komen nu bij ons hier. VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens de persconferentie van de aankomende regeercoalitie. Hij zegt dat de overname van de regeermacht midden juli zal plaatsvinden.